Hey, fijne dag. Fijne dag, hè. Wat was dat nou, een spaarkaartsysteem? Spaarkaart. Maar ja. dat doe je digitaal, of hoe gaat dat dan? Ja, dat klopt. Dat doen we digitaal. Ze hebben allemaal een pasje bij en die scannen we. En dan krijgen ze bij elke bestelling krijgen ze punten. En dan kunnen ze sparen voor een deegse broodje naar keuze, of voor een cake. Of voor zo doorsparen tot een slagroomtaart op dus het is, maar het is dan voor elke 10 broden die je koopt, krijg je een brood gratis? Nee, gewoon bij alles krijg je punten, zeg maar. Okay. Nee, je krijgt het niet zo gratis. Dus je kan echt voor bepaalde dingen sparen. Dus voor gratis deze brood of voor de cake. En nou het er toch over hebben. Stel je eerst eens voor, wie ben jij? Ik ben Corine. Ben jij een Middelburgse dame? Ik ben oorspronkelijk tot mijn 9 heb ik in Middelburg gewoond en daarna naar Veren. Dus, Oké. Maar de smaak van toen, dat is het is van oorsprong een groesbedrijf, toch? Ja, klopt. Van daar zit ook de bakker. Ja, de bakkerij. Heet het in. Yes. Oh, die heeft echt een andere naam ook. Ja, klopt. En nu snap ik wat er op die mail stond. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, klopt. En we hebben dan in Zierikzee ook nog een zaak. Oké. Maar jij werkt alleen hier in Middelburg? Ik werk alleen hier, ja. En nu je dan met dat passysteem, hebben jullie veel vaste klanten hier zo? Ja. Ja? Ja, elke dag veel vaste klanten. Dus het is heel leuk om alle bekende gezichten te zien, zeg maar. Oh, dat is prima. Ja, dat is goed. Ik snap het. Ja hoor, dat is goed. Bedankt. Ja. Ben jij een proefplank aan het maken? Ja. Doe je dat ook altijd? Ja, zeker. En wat laat je de mensen proeven vandaag? Dit is een kastanjecake. Kastanjecake? Ja. Dat wil ik eigenlijk ook wel even proeven. Ja, zo. Zeker. Een stukje proeven. Ja, dat doe ik zo even. En ben jij bij Jacomin? Ja. En hoe lang werk jij hier al? Vijf jaar. Oh, dus je bent echt al, jij bent een oud gediende bij het bedrijf. Maar ik ben vanaf school gelijk in het bedrijf gekomen. Maar jij bent, is het een familiebedrijf? Want wie zijn eigenlijk de eigenaars? Want de hoofdvestiging zit in Goes. Ja. En de bakkerij ook. Ja. En dat zit dan gewoon in het centrum van Goes? Of? Dat zat tot een jaar geleden zat het al in het centrum. Alleen het werd een beetje te klein. Dus ze zijn nu wat groter en dan iets buiten het centrum, zeg maar. En jullie zijn gespecialiseerd in allerlei bijzondere broden, toch? Ja, klopt. Zeg ik het dan goed? Ja. Maar is dat wat je hier hebt liggen, hier aan de voorkant? Ja, klopt. We hebben hier, dit zijn allemaal soorten dezenbrood. Dus dat is dan gemaakt op basis van dezen. Er zit geen gist in en er zit ook geen toevoegingen in. Dus het is echt brood. Ja, en wat vind jij dat zelf ook lekker? Of eet jij gewoon normale boterhammen? Nou, ik eet het allebei. Ja. Ik vind deze broden zijn gewoon heel lekker om echt iets lekkers mee klaar te maken. En ik eet ook gewoon het gewone brood. Gewoon 's ochtends, ja. Ja. Want zijn er wel veel mensen die dit echt alleen maar hele dagen eten? Ja, er zijn ook veel mensen die hebben bepaalde allergieën. Of die kunnen, dit is beter lichter verteerbaar of makkelijker. Dus En bolussen natuurlijk. Bolussen. Oh, maar je hebt wel gebak. We hebben hier ook gebak, ja zeker. Dat had ik nog helemaal niet gezien. Ja, we hebben inderdaad roombolussen, poezen, aardbeischelpen, wilde ik. Valentijnsgebak. Oh, dat komt er natuurlijk ook wel. Ja, ik vind jou lief. Ja. Lekker en drinken. En is daar ook vraag naar? Want meestal koop je met Valentijn een bosje bloemen, toch? Maar doen mensen inderdaad ook gebak? Ja, hoor. Oh, dat is grappig. Ja. Nou, ook weer wat geleerd. En is dan al dat gebakken zo? Komt dat ook allemaal uit de eigen bakkerij? Ja, en dat maak ik ook echt allemaal zelf. Oké. Vaak hoor je dat ze een gedeelte inkopen en opspijten, maar wij maken dit ook echt helemaal, vanaf het begin helemaal zelf. Zijn jullie vaste klanten hier? Komen jullie vaak? Ja? Ja. Bijna dagelijks? Of? Nee, dat niet. Nee? Nou, andere mevrouw wel hoor. Ja. Maar mag ik zo brutaal zijn om te vragen, komen jullie dan voor het gewone brood of komen jullie voor bijzondere broden hier? Omdat ze die dik snijden, dat vinden mijn kinderen zo lekker. Omdat ze dik snijden? Ja, oh ja. Lekker, ja. Oh ja, nou je zegt dat ze behoorlijk... Doen andere bakkers dat niet, dat dik snijden? Nee? Grappig. Nee, ik ook niet. Nee. Normaal gesneden. Ben jij ook vastgekomen hier zo? Ben je vastgekomen? Ja. Elke week. Alsjeblieft.
Jij komt vanaf, het molenwater. Dat is voor jou. Van de Rijnstraat. Oh ja. Maar dat is dan niet voor jou de meest dichtbijzijnde bakken, toch? Ja, toch wel. Ja? Ja, nee, de markt. De markt en de lange jelf, maar de markt. Maar je komt speciaal. Lekker brood. Ja, nou ja, dat is duidelijk. Dan, ja. Je mag gelijk doen hoor. Ja, makkelijk. Dank u. Hoor ik nou goed dat u betaalt hier helemaal niet voor uw brood? Ja, bent u een speciale klant? Ik ben speciaal, maar ik was al klant hoor. Ja? Maar hoe zit dat? U heeft een prijs gewonnen hier. Ja, u kon een bonnetje inleveren en nou, daar werd er eentje uitgetrokken en die mocht een jaar gratis een brood komen halen. En dan mag u elke dag om een brood? Nee, elke week. Oké, nou ja, dan maar dat is fair enough. Er zijn nog 52 broden. Tuurlijk. Nou dan, nou ja, kijk, u heeft er genoeg, dus dat komt wel goed. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, dankjewel. En ik hoorde jullie net ook nog iets zeggen over Too Good To Go. Wat is dat? Dat is ook nog een soort service of zo die jullie hebben? Ja, dat is landelijk iets. Dat is eigenlijk tegen voedselverspilling. Oké. Okay. En dan kunnen de mensen een dag van tevoren een voucher kopen voor €4,99. En die dag daarna kunnen ze die hier komen inleveren voor eind van de dag. En dan kunnen ze een mystery box opkomen halen van het brood dat van die dag over is. En dat is dan ter waarde van ongeveer €15. Oh, dus dat is drie keer zoveel. Maar je weet dan niet wat je krijgt. Nee, dat kan van alles. Kan ook uienkruimen zijn als je maar zo lekker gebak kan. Ja. Oké. Okay. Ja, wordt er veel gebruik van gemaakt? Ja, want zo komen we normaal altijd om kwart over vijf komen er 5 vouchers online. En die zijn zeker binnen 10 minuten uitverkocht. Dus dat okay. Dank jullie wel voor jullie tijd. Ja, en welkom bij de VON. Oké, dankjewel.